En voor mij is de Beeldenstorm-expositie gaat over verbinding. Over wanneer je bij iemand anders naar binnen stapt, die heel anders in de wereld staat dan jij, en ontdekt dat je eigenlijk allebei mens bent. Ik ben Jelle Korevaar. Ik ben kinetisch kunstenaar. En mijn werk gaat altijd over maatschappelijke processen. Over het algemeen komt een werk voort vanuit dingen die ik in mijn omgeving meemaak. En ik ben er eigenlijk altijd wel van overtuigd dat wat ik meemaak, dat het zo'n universele ervaring is. Dat meer mensen daar iets mee kunnen dan alleen ik. En dat geldt denk ik ook voor mijn plekje binnen de kerk. Dat waar ik eerst heel erg zag waar het misging. En dat ik zoiets had van, ik weet waar het misgaat en ik ga het jullie nu vertellen. Ben ik nu meer op zoek van, waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Want iedereen heeft uiteindelijk een reden waarom hij ze doet. Ik ben opgegroeid in Barneveld en ging in Arnhem naar de kunstacademie. En in 2013 ben ik getrouwd en ben ik naar Sliedrecht verhuisd. Die verhuizing die kwam voor mij als een hele grote omslag eigenlijk in mijn leven. Want ik kwam in een hele nieuwe omgeving. Ik ging in Barneveld altijd al naar de kerk. Ik heb daar ook de schoonheid van de kerk gezien. Dus eigenlijk in de kerk ga je automatisch zo de lucht... Dat vind ik altijd zo mooi. Dank je. Oog zo omhoog wordt. Ja. Zo kwam ik hier dus in een nieuw netwerk. Maar hier was de kerk waar ik in kwam wel even een stuk behoudender. En daarnaast, als je dan ook weer net uit de kunstacademie komt en zo, en dan in één keer in zo'n sociaal netwerk wordt gedropt, die omslag was heftig. Want ik heb hier ook heel lang mijn plek niet kunnen vinden. En me de vreemde etende wijd gevoeld. En het gevoel gehad dat mensen dingen van me verwachten. En het gevoel gehad dat mensen je in een bepaalde vorm willen douwen. En ik ben tegen heel veel frustratie aangelopen en tegen heel veel bekrompenheid. Achteraf gezien heb ik daar 7 beelden over gemaakt waarin ik heel erg op zoek was naar wat is nou mijn plek binnen die kerk. Maar tegelijkertijd ook binnen de wereld en ook wat is nou mijn functie als kunstenaar überhaupt. Want ook dat heb ik voor mezelf een beetje uit moeten vogelen in een omgeving waar niemand anders kunstenaar is. En nou, dat heeft uitgelopen in de serie Beeldenstorm. Voor mij kwam het voort uit een worsteling met de kerk. Waarin ik eigenlijk elk heilige huisje wat ik had, heb onderzocht. En ook wel even soms een neus ervan afgeslagen heb. Dus soms ook hier heb ik niet dat ik me altijd op mijn plek gevoeld heb. Maar ik heb naar mijn plek gezocht. Ik zie mijzelf als onderdeel van de kerk. Maar ik zie mijn werk niet per se als alleen maar over de kerk gaand. Want ook buiten de kerk spelen dingen als cultivering en angst en extremisme natuurlijk een enorme rol. Ik wil dat die informatie beschikbaar is. Dat gesprek gevoerd kan worden. Dat het en hopelijk ook ergens toe leidt. Dat je mensen mee kan nemen in die zoektocht. Van hoe kunnen we elkaar weer een beetje tegenkomen. En ik denk dat dat niet alleen goed is voor de kerk. Maar ook gewoon voor heel de maatschappij. Ik denk dat we op een veel breder niveau op zoek zijn naar verbinding. Naar betekenisgeving. Naar iets waar we op kunnen hopen. Een beetje lichtpuntjes tussen alle shit. Dus ik denk, voor mij is Beeldenstorm een zoektocht naar verbinding.